We na busi, busi na we. This is Saranatongo, our local language, and it stands for we are the forest, and the forest is us. Indeed, we are the forest. Suriname is one of the last places on earth with such dense rainforest and such low deforestation. The forests preserve not only fresh air for the world, but also medicine, food, housing, and spiritual connections for our people. We are the second to smallest country in South America on the Guyana Shield. Suriname is an independent republic since 1975. It is 165,000 square kilometers large. It is inhabited by approximately 530,000 people. Almost 10% of these live in indigenous or tribal communities in our interior. We count 10 different tribes, among which 4 indigenous and 6 maroon. Although we still have 94% forest in our country, the government thinks it is vital to have a plan for the future to make sure our next generations can thrive on the fruits of Mother Earth. We na busi, busi na we. The project management team overseeing the RPP process is comprised of Mr. John Hutskalk, project manager, Mr. Gerald Pinas, project coordinator, and Ms. Lisa Best, project assistant. Under the guidance of the project team, the REDD Plus project for Suriname kicked off with the installation of the project group on October 3, 2012. This project group consists of men and women with extensive knowledge and experience of forests and development. In their daily lives, they are academia, government officials, tribal leaders or workers from NGOs. All members of the project group participated on personal title. Dat me beta kisona ba me fene mo positive sani do suvilek dignitaris fa Benelant. We declare for ondersteun pe adefanoru for gi ondersteuning for abon bofalop in abusi srevi na drape wetang en moro ikis moro koni en moro firi fo kan kibri abusi le fau ben kibri ba da meshi taka de on pisi san di kancha moi ontwikkelings ko koni na principe weli bi on ba na abusi weli bi en if ofen mo fasi fo horengo moro langa na meshi le ko tranga ontwikkelings ba on October 8th, international consultants guiding the project team clarified the different stages of the process, the content that needed to be produced, and the possibilities of the implementation of REDD Plus. The most important feature is greater acknowledgement of the voice of the people. Ik wil als eerste aangeven, REDD Plus is vrijwillig. Participatie is niet verplicht. Maar we willen wel een systeem in place hebben, zeg maar, waar iedereen die een bijdrage wil leveren of die een bijdrage kan leveren, ook daadwerkelijk die bijdrage levert. Dat is wat stakeholder engagement strategie inhoudt. At the project group meeting of October 24th, the group decided that the training of REDD Plus assistants was a must for the project. Therefore, on November 14th and 15th, a train-the-trainer workshop was scheduled. Tribal leaders appointed 2 people to become REDD Plus assistants. In total, 7 tribal leaders appointed people to the training, and all 17 participants graduated as REDD Plus assistant. Este upe piginanga a seminar jaso as trainer, and ukong a ontvang bere falak bom. Ya, de karun kong welkom a insei us dong, and then we begin to ask. The soruno arepros, the urokotap arepros, the soruno fa alasani muswaka fa umschari ataki waka go ina Benelant nanga de sumaf uno nanga de umstakang de respeki fasi and to tak nanga de arkiteng de antwoord sari opichuno baka uno nanga de umstakte ufenus refi tap a juiste fasi.
Want wij wonen in het bos en wij weten hoe we omgaan met het bos. Dus dat is voor ons belangrijk om ons vanaf het begin te betrekken. Niet dat, dat het eerst moet mislopen voordat ze ons erbij betrekken. Maar we zijn blij dat we toch eruit zijn gekomen dat we samen moeten werken. Want het gaat, hoe je het ook draait of keert, het gaat om ons land. En wij moeten het samen opbouwen. Our shop wakaboon shooty, mi be lobeng. Vanaf het begin mi be lobeng. Afas fa de machane kafesi. A info, amabe shooty, amabe wakaboon. Mi be lobe fa ala desma bechane problema. Maar eigenlijk, a training is, a bende wan training heb ge unu sa muschara boskopu gomorofara. En mi be lobe fa ama bende israna tongo ook toe. The Red Plus assistants are now able to clarify themes like climate change and the features of Red Plus. In fesu yeshi asan disi sa disna wang uitleg sa project meki fo abakase disi a di tinso uitleg fo klimaatsverandering fo alweer verander skrifi aden bakratongo ma mi denki tak no sabi mi mus luku den sma fo bakase sorry mus luku den sma fo bakase fa kanden in sranatongo. The Red Plus assistants are supplied with communication material for their communities, consisting of radio programs, posters, and info sheets. The plan is that Red Plus assistants will guide local meetings called krutus in their communities. This approach will ensure the project team that the meetings will be in their own language, culturally correct, and with a low threshold. Wat ik hier op Komalasa moeten hebben gezien is dat die mensen het hebben begrepen. En het is zoveel keren uitgelegd in hun eigen taal, op welke manier dan ook, over en weer. En er werden vragen gesteld in hun eigen taal. En dat is zo mooi. En dat hadden we eigenlijk nodig. In January, the project team organized a refreshment course for the Red Plus assistants based upon field experiences of the first local meetings. During this session, assistants could ask clarifications on difficult themes. There were several local meetings or krutus during the RPP process. The project team, accompanied by Red Plus assistants and project group members, traveled to various parts of Suriname's interior. The first local meeting, guided by Red Plus assistants, was on November 22nd at Kotika at the Lawa, in the southeast of Suriname. Upon invitation of tribal leader of the Aluku, Emmanuel Jacobi, the Red Plus assistants informed the local community. The local people explained why the forest is important to them. On November 23rd and 24th, the project group traveled upon invitation by village captain Carlo Lewis to Apura in West Suriname. Local women gave some examples of climate change which have serious consequences for their daily lives. The season all changed. Because when you think you will get the sun, you will get the rain. And when you will get the rain, you will get the sun. Because the weather, it all changes. For us, we have to use the fire and the banana with the span. That's how we have to broke it. And we have that, not that. Abusi na vi disi dei na abusi since me for all this utaja da vi abi wan rikel in abusi e kweki abusi mile kon captain if me si you know no ite kon axi da fara mar pa bol disi da la me distrafu you know mak doing ite kon axi da kapu wan wan kumbu bon da ya strafu fe. Nana disi you can be jing dan fosi can be waka ye take ete wan lazy tusu transportation. In January, the project group traveled on invitation of Gramang Leslie Valentine,
of the Matawai tribe to Pusugurunu. In this village, people suffer an aging population. Villagers were especially interested in new ways of development for their region thanks to REDD Plus. We live in a facility like the father last Monday, and just want to wake her, no day. So I'm able to do to wake her. Communication. For one photo. They want bell in my bell. You must walk up in a 700 meter bay for it to go back a yard. Can they you kiss it? Can they you not kiss it? The last local meeting until February 2013 was in the far south of Suriname. Gramang Asongo Alalaparu of the Trio tribe invited the project group to Kwamala Samutu. During the trip, the project did a tour to the ancient Werevai caves. This site displays a 5,000-year-old drawing of a war between indigenous tribes. The Gramang wanted the project group to have a feeling of their traditional way of living and their history of preserving the forest. All comments of local meetings are archived and incorporated in the proposal. In December and February, stakeholders could participate in the stakeholders' dialogue and comment on the proposal. These comments were noted and incorporated into the Readiness Preparation Proposal, RPP. I'm going to begin with this event. Yeah, I'm going to be different from my age. But I'm going to be the same. I'm going to be the same. I'm going to be the same. Want abe kom voor een regering en een regering boan roko samen naar een unu, naar een alasma. Want altijd abe de zo, tak abe de wang feti tussen regering, naar een NGO's, naar een ala de traorga. Maar uiteindelijk ukon na wang. En zo wo luku opara. Informatie. De mensen op de hoogte houden. Want het gaat er gewoon om dat je elkaar kunt bijsturen. Ik bedoel, en ik heb al eerder gezegd, vrouwen zijn altijd geneigd wat ze hebben opgestoken door te spelen aan anderen. Dus dat moeten ze zeker voortzetten. Een tweede opmerking welke ik wil maken, waarin ook een vraag is verbonden, is dat ik de aandacht voor het kustgebied heb gemist. De mangrovebossen zijn van enorm groot belang voor ons. En aangezien het grootste deel van onze bevolking in het kustgebied woonachtig is, begrijp je dat het effect van zeespiegelstijging vanwege klimaatverandering. En we zijn behoren tot de top 10 landen die risico lopen met zeespiegelstijging. Dus bijzondere aandacht ook voor de mangrovebossen in het REDD-proces. All documents were provided to the participants. 3 days were allotted for all participants to attend the validation sessions. Their individual comments, both orally and written, were added to the content of the proposal. En ik verwelkom alle vragen en ik denk u ook, want we weten dat wat we doen goed is en we weten dat wat we met elkaar op de Surinaamse wijze neerzetten een kwaliteitsproduct zal zijn van Surinaamse makelij. After 7 months of preparation, Suriname put together a proposal for REDD Plus. The government thinks she is ready to incorporate REDD Plus in their long-term strategy for a sustainable policy towards their natural resources. The process was intense but valuable. We received precious information on the process through inquiries. 98% of our stakeholders thought the REDD Plus assistance were indispensable. 100% of our stakeholders thought the villagers in the local meetings had enough space to put their thoughts and ideas forward. 41% of stakeholders said the forest is important because it is our natural habitat. 72% of stakeholders said climate change already affected the group they represented. 83% of respondents thought they received enough prior information about REDD Plus. All stakeholders wanted to remain informed about the REDD Plus process in the future. Here are some remarks from the field which illustrate the process. Ja, mi denk as aan is nou een boosani omdat effect voor climate verandering
we vieren tu, we sheng. Asong de extreme fire. En ook tute alleen fadong, ay fadong abnormal tranga. Dus, adewan belangrijk issue voor bespreek en change prakseri. Voor luku, fa we kan go om in a situatie die si en fa fu bescherm abusi. Alle boskennis van Suriname zit in een aantal hoofden, maar die komen nooit zo bij elkaar dat je zegt, hey, hier is al onze boskennis hoor. En dat was in dit geval zo. Dus we kunnen een fantastisch rapport schrijven naar mijn idee. De mensen van het binnenland, vooral van de Aluko gemeenschap, die hebben steeds geleefd van het bos daar in de gebieden waar zij van oudsheid hebben bewoond. En ze hebben de bos duurzaam gebruikt, omdat ze het bos nodig hebben voor hun veiligheid, onder andere voor hun voeding. Ook voor hun leven hebben ze het bos nodig. De binnenlandse gemeenschap heeft al lang, eeuwenlang, aan conservatie van die de natuur gewerkt. En nu men daadwerkelijk stappen maakt om het in een gedocumenteerde vorm te doen, dan is het zeer positief. Nogmaals, ik had al eerder gehaald, Suriname is uniek. Want in andere landen komt er niet voor van dat wij zo met elkaar praten, inheemse, met de overheid. Want ze worden doorgemaakt in Bolivia. Is er elke dag dat we moeten reageren van dat de overheid de inheemse daar doodmaakt. Omdat ze, het gaat om hun reservaat. In conclusion, the process until now shows that we need to preserve our forest for generations to come. REDD Plus is an important planning tool to do so. The success of a sustainable view on the future depends, however, on a joint effort of both the government and the peoples. If we stay true to our slogan, Suriname as a whole will keep on living in coherence with Mother Earth. We na busi, busi na we. Mama busi in omhelzing van het groen dat groener is dan al. Nog in verwondering hoe bomen leven vanuit aarde, in elkaar vervlochten tot spookbeelden wanneer je van ver af kijkt. De wereld voorziet zij van adem, zodat wij weten wat leven is. Als ze stopt, is er niets meer te geven. Zij is zoals ze is, zonder de verstoring om meer te zijn dan dat, blijft ze zichzelf bevroeden. Van onderen waar het licht met dunne straaltjes binnenkomt, is zij sinds tijden aanwezig. Ze is. Jana onder na dresi bon, mi ben sawani midi ding, fu archifosi prakseri bakating, sambusi everteri komoponene egi tipisch refi. Vi na pussi, busi na vi, ala di dena ini. Dena iniwi, eng na bro diwe bro gomiti na kriboy, pena ka tenki soso wimango teneti yagidei. Als de dag ontwaakt, trekt de nacht zich terug achter de geest van de berg, die langzaam tevoorschijn komt uit dauw die als een laken optrekt, als rook vermengd met goud. Litja onder na dresi pomi pensa wani denga yu, fu archifosi prakseri bakating sambusi everteri kamoponaine eyi tipi srefi. Vi na busi, busi na vi. Ala viviri na dresi disema dresi yu nangami. In het oude bos dat leven geeft, waarvan we weten dat het ons omhelst, verschoond, bevrijd in dit leven.